Geachte aanwezigen, beste collega's, welkom allemaal op deze bijzondere gemeenteraad. Deze gemeenteraad is inderdaad bijzonder. Niet alleen omdat het de laatste van 2018 is, maar vooral omdat dit de allerlaatste bijeenkomst is van deze raad in deze legislatuur 2012-2018, die straks eindigt. Als we straks onze voorliggende agenda hebben afgewerkt, wordt deze gemeenteraad bij wijze ontbonden. In de politiek bepaal je zelf wanneer je een engagement aangaat, maar hoe lang dat engagement zal of kan duren, is vooraf onzeker en niet altijd geweten. Er zal afscheid genomen worden van de raadsleden die tijdens de jongste gemeenteraadsverkiezingen helaas geen vernieuwing van hun mandaat konden bekomen. Maar we nemen straks ook afscheid van hen die zelf de keuze gemaakt hebben om hun politieke loopbaan af te sluiten. Daarom wil ik nu reeds alle collega's die zich de voorbije 6 jaar hebben ingezet voor het welzijn van onze gemeente en haar inwoners oprecht bedanken. En bij de aanvang van deze laatste gemeenteraad wens ik ook, en ik meen dat te mogen zeggen in naam van jullie allen collega's, wens ik onze algemeen directeur Chris Elsemans en zijn ganse team te bedanken voor de fijne samenwerking tijdens de voorbije legislatuur. Het nieuwe decreet lokaal bestuur was voor hem een nieuwe uitdaging om zijn functie en andere invullingen te geven. Door dit decreet werd het er zeker niet eenvoudiger of vanzelfsprekender op. Maar Chris heeft deze taak op een professionele en succesvolle manier volbracht. Zo slaagde onze algemeen directeur, voorheen dus onze secretaris, er onder meer in om ieder van ons bij de uitoefening van haar of zijn mandaat steeds deskundig te informeren en te adviseren en op onze vragen altijd een duidelijk antwoord te geven. Chris, wil je deze waardering ook overmaken aan al jouw medewerkers en laat dit applaus een blijk van onze waardering en erkentelijk voor jou en jouw team zijn. Beste mensen, allemaal aanwezig, voorts wens ik een zeer bijzonder woord van dank te richten tot onze uitredende burgemeester Paul Rottier. En ik heb er graag naast gezeten. Ja. Ik heb naast je. Nee. Paul startte zijn politieke loopbaan in 1981 als toenmalig CVP-jongere. Hij leidde als partijvoorzitter lokaal de plaatselijke afdeling tot in 1988. In dat najaar vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats waarbij hij verkozen werd en in 1989 voor de eerste keer schepen werd, toen nog met mijn vader zaliger. Paul bleef schepen tot de eeuwwisseling. Bij de verkiezingen van 2000 werd CD&V de grootste partij in Mol en Paul werd meteen in 2001 onze nieuwe burgemeester en heeft deze sjerp 18 jaar lang waardig gedragen. Zijn dossierkennis, zijn deskundigheid, integriteit en niet in het minst de persoonlijke manier waarop hij met onze inwoners omging, maakte van hem gedurende zijn 30 jaar lange politieke loopbaan een door vriend en tegenstander gewaardeerde collega. Paul, in naam van ons allen, een oprechte en dikke verdiende dank, een welgemeende proficiat en een hartverwarmend applaus. Je hebt uw pensioen meer dan verdiend. En in naam van de Raad mag ik u ter herinnering aan dit mooie werk dat je hier vandaag afrondt iets geven dat je waarschijnlijk herhaaldelijk zelf hebt aan mensen mogen uitdelen. Paul, uit erkentelijkheid, dit geschenk van ons allen. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, maar dat gaat vandaag iets langer duren dan gewoonlijk. Niet langer, hè. Maar terwijl dat Paul het open doet. Ik weet dat de mensen die pakjes ook niet open krijgen, dus. Ten slotte wens ik jullie allemaal te bedanken voor de samenwerking en het wederzijds respect dat ik in de voorbije jaren van jullie mocht ervaren. Enerzijds heb ik plaatsgemaakt voor de jongere generatie in de politiek.
Anderzijds ben ik trots om in schoonheid afscheid te kunnen nemen. Gedurende de voorbije 6 jaar dat ik jullie in deze functie als gemeenteraadsvoorzitter mocht dienen, heb ik mij totaal ingezet om mijn mandaat met respect voor de regels die eigen zijn aan deze functie, zorgvuldig, in eer en geweten, objectief en neutraal uit te voeren. Op een vorige gemeenteraad zegde ik jullie reeds dat het voor mij een voorrecht was te mogen ervaren wat ten dienste staan van mensen betekent. Dit zowel als gemeenteraadslid, als schepen en tenslotte als gemeenteraadsvoorzitter. Elk van deze mandaten hebben mij nieuwe grote mogelijkheden en uitdagingen geboden en schonken mij veel voldoening. Vooral de contacten en omgang met heel veel mensen, van welke aard, strikking of overtuiging ook, hebben mij erg verrijkt en deze rijkdom zal ik verder in mijn hart meedragen. En aan de collega's en de nieuwe verkozenen, die hier vanaf morgen zullen zetelen in de nieuwe gemeenteraad, geef ik nog graag even het volgende mee. Vervul uw mandaat op een waardige manier, met enthousiasme en met respect voor elkaar. Speel het politieke spel correct, waarmee ik bedoel dat het steeds om de inhoud dient te gaan en dat er niet getackeld wordt op de persoon. Bied samen het beste aan onze mooie gemeente en haar inwoners. Daarbij wens ik jullie allemaal succes en een heel mooie toekomst. Bedankt. Moet ik nog iets voorlezen? Nee. Dat is echt rechtgemaakt. Collega's, ik dien te verontschuldigen vanavond. Schepen Dex, die geveld is door griep. Zijn er nog verontschuldigingen in de raad vanavond? Nee. Goed, dan beginnen we de agenda met puntje 1. Dat zijn de notulen. Voilà. Hij steekt zijn hoofdje boven de grond. Voilà, dat heeft hij 18 jaar lang mogen uitdelen aan alle jubilarissen hier in Mol. Dat de burgemeester had het woord even gezegd. Nee, de burgemeester uiteraard. Collega's, het is inderdaad voor mij de laatste raad. Normaal is dat heel eenvoudig tellen, 30 jaar, 10 raden per jaar zijn er 300. We hebben nooit een periode gekend dat we eens extra raden hebben ingelegd. Dus het zal iets meer dan 300 zijn. Maar het is inderdaad met toch wel, ik zou zeggen, veel dankbaarheid dat ik van deze raad afscheid neem. Allee, afscheid nemen is een groot woord, dat ik het niet meer officieel ga inzetelen. Als ik één ding zou willen zeggen, dat is, als ik terugkijk op die 30 jaar, dat is onze gemeente ontzettend is veranderd. Dat een organisatie altijd wel evolueert, maar dat zeker binnen gemeentebesturen heel sterk aanwezig is. De voorzitter heeft ook al zijn dank uitgesproken aan de algemeen directeur en al zijn diensten. Ik wil dat ook zeer graag doen. Ik weet niet, Chris, hoeveel jaar wat wij al samengewerkt hebben, maar ik kan alleen maar bevestigen dat jij eigenlijk van de gemeente ook wat uw levenswerk maakt, dat we ondertussen ook met een sterk werkend, goed werkend MT zitten, managementteam. En dat inderdaad ten aanzien van een beginperiode de invloed, de medewerking, de input van het ambtelijk apparaat toch wel sterk is toegenomen. En ik denk dat dat ook heel goed is dat gebeurt. Wat er mijn inziens in die 30 jaar niet gewijzigd is, en dat meen ik heel oprecht, dat is dat ik altijd getuige heb mogen zijn van de grote inzet die alle gemeenteraadsleden over alle partijgrenzen heen aan de dag hebben gelegd. We hebben hier regelmatig pittige debatten gevoerd, soms al wat geanimeerd, maar ik denk dat dat altijd met heel veel respect is voor elkaar en wat mij bijzonder verheugt, en ik denk dat we daar als Molse politici zeker fier op mogen zijn, dat is dat eens wij deze raadzaal verlaten hebben, dat we allemaal elkaar heel vriendelijk, heel amicaal hebben begroet.
dat daar waar een pintje kon gedronken worden, dat we dat altijd samen hebben gedaan, dat dat met veel plezier is geweest en dat we daar eigenlijk, zo zeggen, mensen zijn die elkaar kennen, die ook respect hebben voor elkaar en dat we inderdaad het politieke en het menselijke toch wel van elkaar gescheiden hebben en dat dat hier altijd in een hele goede sfeer is. Dus ik wil iedereen met wie ik heb mogen samenwerken heel oprecht danken voor die constructieve samenwerking. Dat is niet voor onszelf zo belangrijk, maar ik denk dat dat heel belangrijk is voor diegenen waar we ons allemaal toch wel inzetten. Soms met eigen accenten, maar dat zijn onze Molse mensen. En als ik op 14 oktober door een journalist werd gevraagd naar wat een speciaal moment was in mijn carrière, dan heb ik gezegd dat dat voor mij echt niet mogelijk was om dat te zeggen, maar dat ik één zaak wel meedraag en ook zal blijven verkondigen, dat is dat mijn oproep ook aan onze mensen zal zijn, aan alle mensen, van heb toch ook respect voor politici. We beleven niet altijd de meest eenvoudige momenten. In de populariteitstesten en de vertrouwelijkheidstesten scoren we als politicus niet altijd het beste. Maar een getuigenis die ik toch naar iedereen wil brengen, is dat er heel veel mensen zijn die zich dagelijks inzetten voor het welzijn van onze medemens. Het is moeilijker om die verantwoordelijkheid te nemen en het is iets gemakkelijker om aan de kant te staan. Vandaar dat over alle partijgrenzen heen ik altijd ook aan onze medeburgers zal zeggen van wees blij dat er heel wat molenaars zijn die het allerbeste met jullie voor hebben en die zich daar dagelijks blijven voor inzetten. Dus ik wil zeggen heel oprechte dank voor de vele jaren dat ik jullie burgemeester mocht zijn en dat ik ook met jullie allemaal heb mogen samenwerken. Dank u wel. Servet. Voorzitter, ik zou me graag aansluiten bij die woorden van u en van onze burgemeester. Je hebt terecht een woord van dank uit aan alle gemeenteraadsleden die onze raad zullen verlaten. En ik kijk uit naar de samenwerking met al diegenen die hier terug opnieuw zullen zitten. Ik zou daar ook de schepenen willen bij betrekken. En verkiezingen en coalities en coalitiewissels zijn soms op menselijk vlak pijnlijk en doen pijn. En ook in de nationale politiek is het soms afscheid nemen van een uitvoerend mandaat niet evident. In het lokaal is dat het volgens mij nog minder en dat dat pijn doet. Daar moeten we heel veel respect en begrip voor tonen, maar ik dank ook hen voor de samenwerking. Paul, voor mij zal het nooit meer zijn zoals het was. Want we hebben hier samen 30 jaar gezeten. Jij bent mijn compagnon de route. En in de politiek is een vriend een zeldzaam begrip. Maar jij zei dat en je blijft dat voor mij. En we zullen dat op een of andere manier gepast nog wel eens vieren. En dan rond ik af, voorzitter. De Vlaamse decreetgever heeft de vorige, of de beginnende legislatuur, de nu eindigende legislatuur, heeft maar even voor deze legislatuur bepaald dat we een nieuwe, dat we ook een functie van voorzitter van de gemeenteraad zouden aanduiden. U bent dat geworden en u hebt dat ingevuld zoals u het daarnet eigenlijk terecht hebt omschreven. Je hebt dat rustig gedaan, je hebt dat sereen gedaan en je hebt dat zeer objectief gedaan. Je hebt op die manier een landmark gezet voor al uw opvolgers. Bedankt daarvoor. Dank u. Ja, als toegestaan is, voorzitter, ook vanuit onze fractie willen we heel graag de burgemeester bedanken en proficiat wensen voor zijn carrière als politiek, als burgemeester ook vooral. Proficiat en bedankt dus. We hebben inderdaad, ik voelde mij er juist een beetje aangesproken, als er zijn heftige discussies geweest, dat klopt. Er was wel eens oneenigheid en zo, maar ik denk dat er toch altijd zoiets was van wederzijds respect. Zeker van ons uit, en ik had het gevoel dat dat wederzijds was. Volgens ons ben je ook een burgemeester geweest, gelijk als het hoort. Geen een tafelspringer, maar wel een rustige burgemeester die er was voor zijn mensen. Met het hart op de juiste plaats, compromismaker. En met altijd algemeen belang als hoofddoel. Ik moet zeggen dat ik als beginnend raadslid 12 jaar geleden ontzettend veel ontzag had voor u. Dat bleek soms niet altijd uit hoe ik mij gedroeg op de gemeenteraad, dat weet ik.
Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik heel dikwijls naar huis reed na een heftige discussie, waarbij ik dacht van, Jury had eigenlijk wel gelijk. ook niet altijd, hè, maar... toch soms. in ieder geval, dus bedankt en proficiat. En we hebben ook een presentje voor u. We hebben niet alleen een, want zo'n molken, dat is knap voor op de kast te zetten, maar deze kunnen we leeg drinken. We hebben niet alleen die fles bij voor u, maar we dachten ook, nu dat je op pensioen gaat en je waarschijnlijk wat meer tijd krijgt, zullen je van uw vrouw meer naar de winkel moeten. Dus krijg je van ons ook een memo, notitieblokje en een stilo. Maar ik wil graag dat je dat laatste heel stil houdt. Maar vanaf volgende maand mag dat, burgemeester. Dan mogen we dan mee in het openbaar verschijnen. En dat was dankwoordje voor de burgemeester. Ook voor u, Peter. Ik ken u eigenlijk al maar 6 jaar sinds dat jij voorzitter van de gemeenteraad geworden bent. Ik moet ook zeggen, die samenwerking die liep perfect volgens mij. Ik vond ook dat je dat ontzettend objectief deed. En dat was voor ons ook heel aangenaam om als oppositie te kunnen functioneren in de gemeenteraad. En ook jij krijgt van ons geen champagne, dat is voor de burgemeester, maar ook een notitieblokje. Prima, bedankt. De vrouw is wel hier, dus die heeft alles gehoord, hè? Dank je, Koen. André, wil ook een woordje plaatsen? Ja, ook wij willen een woordje zeggen. Ik denk dat ik Paul de eerste keer gezien heb, of contact mee gehad heb in een andere functie, toen ik voorzitter was van de huisartsenkring, toen wij een overleg gehad hebben over de kaart voor zorgverstrekkers. Ik weet dat ik toen met een heel bang klein hartje als jonge huisarts daar aan het bureau zat, vol ontzag van, ik moet naar meneer de burgemeester. En ik heb Paul, ja, we zitten nu nog maar 6 jaar in de gemeenteraad, maar ik heb Paul inderdaad leren kennen als iemand met dossierkennis. En wat ik vooral apprecieer is uw rustige en gefundeerde manier van communiceren. En ik denk dat het voor ons een uitdaging zal worden om dat maar zelfs in de buurt te komen. Ik denk dat dat voor ons een baken is waar we ons moeten naar richten en dat dat niet evident zal zijn om dat te gaan evenaren. Dus Paul, dank u daarvoor. Goed, dan kunnen wij de agenda aanvatten en beginnen wij met puntje tenzij dat er mensen zijn die nog een woordje willen plaatsen. Nee. De notulen van de gemeenteraad van 19 november is puntje 1. En als er geen op- of aanmerkingen zijn, vraag ik u die te willen goedkeuren. Iedereen akkoord ermee? Ja. Puntje 2 zijn de subsidieverdeling voor verenigingen van en voor personen met een beperking. U hebt in het dossier kunnen zien welke verdeling er is gebeurd. Aan deze raad wordt gevraagd deze goed te willen keuren. Iedereen akkoord? Dank u. Puntje 3 is de begroting en de dotatie van onze politiezonen. De begroting werd door de politieraad op 3 december 2018 goedgekeurd. Voor onze gemeente was daar in vervat een werkingstoelage van €5.214.093 en een investeringstoelage van €235.310. Wij dienen kennis te nemen van de begroting en de dotatie goed te willen keuren. Iedereen daarmee akkoord? Ja, dank u. En dan geef ik nu eerst graag het woord aan onze schepen van Financiën voor enige duiding. Peter, aan u het woord. Dank u, voorzitters, collega's. Voor de laatste keer ga ik u een inleiding geven bij het budget dat we hier straks op deze raad gaan stemmen. Mijn inleiding die ik elk jaar op deze raad in december geef, zal dit jaar iets korter zijn. Ik ga u ook, denk ik, niet veel nieuwe zaken vertellen. Want alle raadsleden hebben vorige week op de gemeenteraadscommissie al een uitvoerige en goede uiteenzetting van de financieel directeur
mogen aanhoren. Dus u gaat van mij niet zo heel veel nieuwe dingen horen. Maar sta me toe dat ik het dan misschien vooral voor het publiek doe. En of dat de raad dan misschien toch niet te snel zou gedaan zijn, wil ik toch even kort een aantal zaken zeggen over het budget dat we hier zelfs gaan stemmen en dat een overgangsbudget is. Het budget van 2019 is het laatste budget in de meerjarenplanning, in de lopende meerjarenplanning, waar het huidige bestuur bevoegd voor was, van 2014 tot 2019. Er werd gekozen om die planningshorizon niet uit te breiden. Dit geeft volgend jaar aan de nieuwe bestuursploeg ook alle kansen en mogelijkheden en de vrije ruimte om nieuwe accenten te gaan leggen. En we hebben eigenlijk aan onze medewerkers gevraagd van: zorg ervoor dat er een budget op de raad komt, zodanig dat de organisatie kan verder werken, dat het niet stilvalt, dat onze mensen en onze verschillende diensten volgend jaar hun werk kunnen doen, dat grote en belangrijke lopende investeringen, dat die ook kunnen afgewerkt worden. Er is vaak al jaren aan gewerkt aan die investeringen. En wat dat betreft is dit dus een overgangsbudget waar u geen nieuwe accenten in gaat terugvinden, waar u geen nieuwe elementen in terugvindt. Misschien kort nog even overlopen. Ontvangsten, u zit allemaal al wat langer in de raad, dus u kent het systeem. Voor de belangrijkste operationele inkomsten steunen wij vooral op de fiscale ontvangsten. En voor de fiscale ontvangsten hebben we twee grote inkomstenstromen, om het zo te zeggen. De personenbelasting 11,5 miljoen en de onroerende voorheffing 10,8 miljoen. Dat zijn de twee grootste. En daarnaast zijn er ook een aantal gemeentelijke belastingen, eigen belastingen, goed voor bijna 3 miljoen euro. Aan die belastingen verandert er eigenlijk niks in het budget dat we straks aan uw goedkeuring voorleggen. Een tweede belangrijke inkomstenbron zijn de werkingssubsidies. Het gemeentefonds springt daar veruit als belangrijkste bron uit met bijna 11 miljoen euro. Een bron die ook heel belangrijk is omdat ze elk jaar 3,5% stijgt. En verder ook uitgebreid is met een aantal oude specifieke werkingssubsidies, goed voor bijna 1 miljoen euro. Daarnaast komt er nog voor 2,3 miljoen euro compensatie van de vroegere GESCO-premies en zijn er nog allerhande andere specifieke werkingssubsidies. Al die inkomsten dienen om onze uitgaven te kunnen financieren. U vindt als belangrijkste aandeel in onze uitgaven de personeelsuitgaven, zoals dat ook is voor andere openbare besturen, goed voor ongeveer 40% van onze middelen. In euro's betekent dat 18,5 miljoen volgend jaar. De categorie goederen en diensten, zeg maar onze werkingsuitgaven, goed voor 11,2 miljoen euro, hebben ook een heel groot pakket in die uitgaven. En binnen dat bedrag weet u dat 3,4 miljoen euro nodig is om het afvalbeleid te betalen. Natuurlijk, de burgers betalen daar wel een stukje van terug, maar dat is een zeer grote uitgavenpost. En dan tenslotte zijn er de subsidies. Subsidies die het gemeentebestuur toekent, waarvan politiezone, OCMW en brandweerzone de drie belangrijkste, de drie grootste zijn. Volgend jaar zullen we aan de politiezone Balen-Dessel-Mol 5,2 miljoen euro ter beschikking stellen. Voor het OCMW wordt dat 6,4 miljoen euro en voor de brandweerzone 1,4 miljoen euro. Leningen. Om de financiële cirkel rond te krijgen, worden er normaal nieuwe leningen opgenomen. Gelukkig hebben we dat de laatste jaren niet meer moeten doen, omdat er voldoende middelen waren om uit eigen werking de investeringen te financieren. Maar in het budget dat we vandaag voorleggen, gaan we ervan uit dat in 2019 een lening van 8,5 miljoen euro moet worden opgenomen. Dat is natuurlijk onder zeer groot voorbouw. U weet dat uit het verleden. In de mate dat de realisatiegraad, de uitvoeringsgraad en de planningen van de investeringen achterlopen, is het perfect mogelijk dat we in 2019 gaan afsluiten zonder dat we effectief zijn moeten gaan lenen. In ieder geval wat we wel moeten doen is de bestaande leningen terugbetalen en dat zal volgend jaar voor ongeveer 2 miljoen euro zijn. De gemeente werkt verder, ook volgend jaar, en we blijven investeringen doen. Ook in het overgangsjaar gaan wij voor 10,7 miljoen euro volgend jaar investeren. Investeringen die te goed komen aan onze mensen, aan onze burgers, aan onze bedrijven. U hebt het detail van die investeringen kunnen terugvinden in de bundel die u hebt gehad. Voor het publiek pik ik even de grootste raad. Het onderhoudsprogramma voor wegen, onderhoud voetpaden
onderhoud fietspaden, alles bij elkaar 1,1 miljoen euro. Het investeringsprogramma voor het gemeentelijk wagenpark 791.000 euro. Het jeugdkampgebouw op de Galbergen 1.040.000 euro. Aanleg van vrijliggende fietspaden op de Postense Steenweg 1,1 miljoen. En tenslotte de nieuwe parking die aan het zwembad zal aangelegd worden 523.000 euro. Collega's, bij dit laatste budget waarvan we zelfs de goedkeuring vragen, wil ik van deze gelegenheid, van op deze plaats en van op deze stoel toch wel even gebruik maken om terug te blikken. Want wat vandaag misschien evident was, was dat 6 jaar geleden misschien minder. Na de verkiezingen in 2012 zijn we onder zeer moeilijke financiële omstandigheden gestart met de huidige ploeg, waar de cijfers die toen in het ambtelijk memorandum aan de gemeenteraad werden gepresenteerd, alleen maar donkerrood waren. We hebben toen zeer drastische en structurele maatregelen moeten nemen om de financiën van de gemeente terug op het juiste spoor te krijgen. En vandaag in 2018, met de presentatie van dit budget voor 2019, stel ik vast dat dit gelukt is. En waarom is dit gelukt? Dit is gelukt omdat ik zie dat, inderdaad, één, de autofinancieringsmarge is positief. Dat gaan we u zelfs presenteren. Twee, de fiscaliteit van de burgers is niet gewijzigd de voorbije 6 jaar. De gemiddelde molenaar betaalt vandaag nog altijd evenveel belasting dan 6 jaar geleden. Bovendien is die gemeentebelasting bijzonder gunstig als je dat vergelijkt met bepaalde buurgemeentes. Ik ga niet herhalen wat ik hier de vorige jaren heb gezegd, maar u kent de cijfers van de vergelijking. De dienstverlening werd niet afgebouwd. Integendeel is de laatste jaren op kwaliteitsvolle wijze verder gezet en ook uitgebreid. In deze legislatuur zullen we alles bij elkaar meer dan 70 miljoen euro investeringen hebben gerealiseerd. In eerste instantie in het belang van onze burgers, van onze mensen. Dat zijn projecten die allemaal, denk ik, mogen gezien worden. En bovendien werd de schuld afgebouwd van 30 miljoen euro naar 70 miljoen euro. En is ook dat bedrag zeer laag in vergelijking met andere gemeentes. Met het plaatje dat we kunnen voorleggen met deze ploeg is wat mij betreft dan ook heel gunstig. U kan dat terugvinden in het budget dat we zelfs zullen stemmen. En ik wil dan ook afsluiten. Er zijn al veel bloemetjes geworpen en veel dankwoordjes uitgesproken. Maar ik wil dat ook voor wat het financiële aspect betreft heel graag doen. En in eerste orde naar alle collega's in het Schepencollege zelf. Want het zijn eigenlijk vooral die collega's die in 2013 in het planjaar de heel moeilijke discussies hebben meegemaakt. Die samen met ons het bad zijn ingegaan om keuzes te maken. We hebben die keuzes samen gemaakt. CD&V, VLD en SPA. En ik wil dus ook hulde brengen aan mijn collega's Schepenen uit het college om dit allemaal mogelijk te maken. Ik wil ook u danken in de gemeenteraad, want u hebt uiteindelijk dat budget al die jaren goedgekeurd. Ik wil de leden van het, ik val in herhaling, het is al gezegd, ik wil de leden van het managementteam danken en de verschillende diensten, omdat je inderdaad ziet hoe enthousiast die verschillende medewerkers bezig zijn met het runnen van deze gemeente en het mogelijk maken van het beleid waar wij misschien soms een beetje het gezicht zijn naar de burger toe, maar waar heel veel mensen hier elke dag aan werken. Dus ook dank aan al die medewerkers. En voor wat het financiële betreft wil ik ook heel graag de algemeen directeur Chris Elzemans, de financieel directeur Almen Saar en de bestuurssecretaris Bert Joris danken voor de hele fijne samenwerking die ik de voorbije jaren mocht ervaren. En ik wil dan ook met heel veel plezier voor de laatste keer vragen om dit budget goed te keuren. Dank u. Voor we aan het budget op zich zijn, zou ik eerst nog even enkele andere puntjes willen afhandelen. Met punt 4 te beginnen, de opzintieme op de onroerende voorheffing. Voor het aanslagjaar 2019 blijven deze dezelfde als voor het huidige aanslagjaar. En aan deze raad wordt gevraagd deze goedkeuring te hechten. Ja, Jan. Ja, Peter, in artikel 2 is er sprake van een bezoldigingsbedrag aan EU-gedomicileerde medewerkers. Dat overeenkomt met 25 maal 260 werkdagen.
Mijn vraag is, EU-gedomicileerd, nu dat de laatste tijd meer internationale bedrijven, wat Amerikanen en Chinezen en zo werken en Indiërs, moet dat nog EU-gedomicileerd? Is dat iets dat van de nationale wetgeving komt of is dat iets dat van de gemeente zelf komt? Ik ga het aan onze schepen vragen. Ik ga ervan uit dat het hogere wetgeving is, Vlaams, federaal, Europees, ja. Dat we dat niet zelf hebben uitgevonden. Maar ik stel voor dat onze medewerkers u de volgende dagen erover verder informeren. Oké, bedankt. Oké, Jan. Kunnen wij dat dan goedkeuren met z'n allen? Ja. Dank u. Puntje 5 zijn de aanvullende gemeentebelastingen op de personenbelasting voor aanslagjaar 2019. Ook deze blijven dezelfde als het huidig aanslagjaar. Iedereen akkoord? Dank u wel. Puntje 6 is het aanpassen van het bestaande reglement op de aangifte van administratieve stukken. De federatie of de financiële overheidsdienst buitenlandse zaken of de federale overheidsdienst buitenlandse zaken heeft nieuwe procedures uitgewerkt voor de afgifte van paspoorten en van reisdocumenten. Die vanaf 1 januari 2018 door de gemeentebesturen worden behandeld. De tarieven van de reisdocumenten aan vluchtelingen, staatlozen en vreemdelingen zullen worden aangepast. Er wordt gevraagd om het reglement belasting op de aangifte van administratieve stukken aanslagjaren juli 2017 tot 2019 aan te willen passen. Kunnen we daarmee akkoord gaan? Iedereen akkoord? Dank u wel. En dan puntje 7 betreft de budgetten voor onze kerkfabrieken voor 2019. Behoudens, twee aanpassingen die dienen te gebeuren voor het kerkfabriek Mol Centrum en het kerkfabriek Mol Sluis, dienen wij die enkel in acte van te nemen. Voor het kerkfabriek Mol Centrum dient er een aanpassing te gebeuren voor het meerjarenplan, als ook voor het meerjarenplan Sluis. Aan de raad wordt gevraagd deze aanpassingen goed te willen keuren, Jan. Ja, Peter, ik heb die een keer wat bekeken, die financiën. En ik heb die ook vergeleken met de protestante kerk, die nummer 8. En als ik dan kijk naar de kosten van de eredienst van het centrum, de inkomsten zijn een klein 6.000 euro, de uitgaven zijn een kleine 41.000 euro. Terwijl, als je nu naar de protestanten, punt 8 kijkt, hebben ze 6.500 euro inkomsten en 2.100 euro uitgaven. Wat kan er in de eredienst zo duur zijn in het centrum eigenlijk? Schepen knaps. Ja, jammer dat moeilijk te vergelijken is, maar er is inderdaad wel een serieuze wijziging bij de kerk Sint-Pieter en Paul. Maar je mag ook niet vergeten dat Achterbos en Donk daarbij gekomen is. En zij hebben een daling in ontvangsten ook, door inkomsten, minder stoelgeld en de rechten van bijzondere vieringen. Een daling van hun interesse. En ook naar uitgaven is daar inderdaad een stijging van een 10.100 euro door toegenomen kostprijs van nutsvoorzieningen, een schoonmaakbedrijf, herstellen van het orgel en onderhoud kerkmeubilair. Ze hebben die cijfers gebaseerd op de rekening van 2017 en we hebben daar ook met hun in overleg gegaan en ook wel echt nagekeken. En wij vonden dat wel dat dat kan verantwoord worden. We hebben dat wel degelijk bekeken. Maar ik denk dat je moeilijk die twee met elkaar kunt vergelijken. Daar ga ik geen uitspraak over doen. Volstaat dat voor u, Jan? Kunnen we dan expliciet deze twee aanpassingen goedkeuren? Iedereen daarmee akkoord? Ja, dank u wel. Puntje 8 is het budget 2019. Het budget 2019 voor de protestantse kerk. De gemeente Mol dient van het exploitatietekort 2768 euro 46% voor onze rekening te nemen. Dit budget past binnen de goedgekeurde meerjarenplannen en aan deze raad wordt gevraagd akte te nemen hiervan en het budget voor deze kerk dus goed te willen keuren, wat al gebeurd is. Hè. Dank u. Dan puntje 9 is een subsidiereglement voor 2019, als ook puntje 10, 11 en 12. En met jullie goedvinden, collega's,
wil ik deze in één adem met z'n allen willen goedkeuren. Het puntje 9 is de mest- en grondontleding voor landbouwers en tuinbouwers. Het inzamelen voor papier en karton voor verenigingen is punt 10. Als puntje 11 het inzamelen voor zwerfvuil voor individuen. En puntje 12 het inzamelen van zwerfvuil door verenigingen en scholen. Deze zijn allemaal ongewijzigd en wij vragen hier deze te willen goedkeuren. Iedereen akkoord? Ja. Dank u wel. En dan zijn we aan het budget van 2019, zo net toegelicht door onze schepen van financiën. Wij dienen dit vast te stellen, tenzij of behoudens er vragen zijn of verduidelijkingen die jullie wensen, vraag ik jullie dit mee goed te willen keuren. Koen. Ja, dank u, voorzitter. Ik weet ook niet of er nood is aan veel uitleg en veel vragen in deze begroting, want we zitten natuurlijk in een heel bizarre situatie nu. Het is inderdaad, denk ik, een technische begroting, hè, gelijk het al een paar keer vernoemd is. Vandaag, twee maanden geleden, toen het verkiezingen waren op 14 oktober, heeft CD&V ook, toen de uitslag bekend was, of dat hoop ik toch, beslist om niet meer met de huidige ploeg voor te gaan, maar met een nieuwe coalitiepartner. Ik veronderstel met een nieuwe coalitiepartner dat je voor een nieuw beleid kiest. En bij een nieuw beleid hoort dan natuurlijk ook een nieuwe begroting, een nieuw budget. Dus eigenlijk, de begroting die nu voorligt, wat moeten we daarmee aanvangen en wat is die waard? Dat is mijn vraag. Ik veronderstel dat er zeer, zeer binnenkort een budgetwijziging gaat komen. Als de nieuwe ploeg gerodeerd is, en misschien is het nuttiger om dan daarop voor te gaan. Het bewijs van hoe onbelangrijk dat deze begroting is, is dat bijvoorbeeld zelfs twee schepen niet eens komen opdagen. Dus ik kan er zelfs geen vragen aan stellen. Ik heb... ja, dat zal het zijn, sorry. Ik heb eigenlijk heel veel vragen, maar ik vind dat het geen nut heeft om ze aan deze schepenploeg te stellen. Ik zou bijvoorbeeld heel graag weten hoe dat met de duurzaamheid zit in de volgende legislatuur. Ik zou heel graag weten hoe het met de mobiliteit voort gaat gaan, wanneer het een mobiliteitsplan wordt uitgevoerd uiteindelijk. Ik zou graag weten hoe het met de site De Zwaan zit. We gaan ze biedt nog een aankoop van 1 miljoen moeten goedkeuren van een gebouw op die site. Hoe zit het met de kernversterking, waar toch veel over te doen is? Hoe zit het met die oneerlijke inning van gelden, het vervallen cadeaubons? Hoe zit het met het enorme bedrag van Molfeest, het grote bedrag van een kerstmarkt? Hoe zit het met het warmtenet en de geothermie? De bedragen die we ondertussen in de begroting hebben staan en die we gaan uitgeven volgende jaren. Wat gaat daarmee gebeuren nu? Bekend is dat die geothermie toch on hold staat. Dat zijn dus eigenlijk allemaal vragen die ik zou willen stellen, maar ik zal ze dus niet stellen hier vanavond. Ik zal ze stellen als het aankomt en als de nieuwe ploeg in werking is. Ja. Dus wij gaan ons ook, gelijk de begroting technisch is, gaan wij ons ook technisch onthouden. Dank u, Koen. Nog opmerkingen, vragen? Dan vraag ik toch aan deze raad om het budget 2019 te willen goedkeuren. Ja. 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 Puntje 14 is de groepsaankoop voor hospitalisatieverzekering voor gemeente en OCMW. IOK heeft op 19 december 2017 Risk Solutions aangesteld om IOK en de deelnemende besturen te begeleiden voor de groepsaankoop hospitalisatieverzekering. Vanaf heden heeft een bestuur dat interesse heeft in deze groepsaankoop na de vinding door IOK de mogelijkheid om al dan niet het contract af te sluiten. Indien een bestuur echter geen interesse heeft getoond in deze groepsaankoop, is er later geen mogelijkheid om na de gunning door IOK alsnog in te stappen. Het betreft hier een mededingingsprocedure met onderhandeling en de raming voor deze verzekering bedraagt 66.000 euro. Aan de raad wordt gevraagd deze goedkeuring te willen hechten aan de lastvoorwaarden en de gunningswijze. Iedereen akkoord? Dank u wel.
Puntje 15 is de aankoop en implementatie van een tijdsregistratiesysteem met personeelsplanning. Systeem daaraan gekoppeld. Het betreft hier een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. De raming bedraagt 228.000 euro inclusief BTW. Aan de Raad wordt gevraagd goedkeuring aan de lastvoorwaarden en de gunningswijze te willen geven. Iedereen akkoord? Dank u wel. Dan puntje 15 is een omschrijving, begrip dagelijks bestuur, dat aangepast wordt vanaf 2019. Meer bepaald vanaf 1 januari dus treedt het decreet lokaal bestuur in werking. En als gevolg van de nakende wijzigingen in de regelgeving is het aangewezen om het besluit van dagelijks bestuur te updaten en gelijk te trekken tussen gemeente en OCMW. Dit om de interne werking te vereenvoudigen en te optimaliseren. Aan deze raad wordt de goedkeuring gevraagd. Iedereen akkoord? Dank u wel. En puntje 17 is de vaststelling van de voorwaarden voor een voorafgaandelijk visum. Voor de goede administratieve organisatie is het wenselijk dat de gemeenteraad niet alleen de financiële grens aangeeft voor de verrichtingen die moeten geviseerd worden, maar tevens vaststelt binnen welke voorwaarden de financieel directeur de bevoegdheid uitoefent. Als gevolg van de nakende inwerkingtreding van het decreet lokaal bestuur is een update van dit besluit dat de voorwaarden voor het voorafgaandelijk visum vastlegt noodzakelijk. De voorwaarden op zich worden niet gewijzigd. De voorwaarden voor het voorafgaandelijke visum worden vanaf 2019 meer bepaald, dus wel voor zowel gemeente als OCMW gelijkgesteld. Aan deze raad wordt gevraagd deze te willen goedkeuren. Iedereen akkoord? Dank u. Dan puntje 18 is een project Probeer een winkel. Men vraagt een verlenging met 1 jaar van dit reglement, omdat ja, dit verantwoord lijkt met de ervaringen die we de voorgaande jaren hiermee hebben mogen vaststellen. Aan de Raad wordt gevraagd dit te willen goedkeuren. Koen. Wij gaan dat goedkeuren, voorzitter. Want met dat project op zich is weinig mis natuurlijk. Maar ook weer hetzelfde verhaal als daarnet. Een beetje vreemd dat dat nu in december nog moet worden goedgekeurd, terwijl er een andere ploeg moet voortgaan met dat project. En wij vragen ons ook af, is dat project geëvalueerd? Het lijkt me logisch dat bijvoorbeeld die financiën van die mensen wordt doorgelicht voordat de gemeente daar de helft van hun huur gaat betalen. Wat is het effect op het budget bijvoorbeeld? Kortom, een evaluatie van heel dat project. Ik heb dat nergens gezien. Er wordt blijkbaar besloten, er zijn 4 deelnemende winkels. Dus is dat een succes? Er zijn 4 panden die ingevuld zijn. Maar of dat een succes is, dat weten we natuurlijk niet, want voor hetzelfde geld draaien die niet goed. Dus ik denk, ik verschiet ervan dat dat nu op de raad staat en dat dat niet iets is dat door de volgende ploeg moet geagendeerd worden. Schepen Keijers. Goed, Koen, misschien ook nog een beetje terugkomen op je vorige tussenkomst op zich. Hè. Je weet op zich heel goed, de meerjarenplannen worden voor 6 jaar gemaakt. Dat is heel duidelijk hoe de beleidsplanning in elkaar zit. Dus het meerjarenplan van volgend jaar is per definitie nog degene die door de huidige ploeg gemaakt is. In 2019, dat is eigenlijk het ganse jaar waar we op het einde moeten landen, om dan met een meerjarenplan, met op zich de ambities, de doelstellingen van uiteraard de nieuwe meerderheid, liefst gedragen, zo breed mogelijk in deze gemeenteraad op zich, willen verder gaan werken. Dus dat we uiteraard nu, denk ik, nog 1 jaar voortwerken aan het huidige meerjarenplan, is gewoon de regels die opgelegd zijn. En zal dus ook niet volgend jaar, in januari of februari, zullen heel die budgetten heus niet omgegooid worden. Maar het zal vooral een gaan werken zijn naar een ambitieuze meerjarenplanning 2020-2025. Het is ook in de oog van dit, het was een lopend dossier. Iets wat goed liep, waar ook de schepen regelmatig binnen het schepencollege ook terugkoppeling over gaf. Ik denk dat het nu niet meer aan past om het gewoon verder te zetten en uiteraard een zeer goede evaluatie te gaan maken, die tussentijds ook geweest is. En blijkbaar is de sterkte van het systeem zelf dat er ook heel goed begeleid wordt. Die persoon, het is niet zomaar centen die ze krijgen, maar het is ook wel begeleiding. Dat is daar denk ik heel belangrijk aan. We nemen uw bezorgdheden ook mee uiteraard. En het lijkt mij heel logisch als we eind volgend jaar naar een nieuw meerjarenplan gaan,
dat er uiteraard na een grondige evaluatie zal moeten beslist worden of dit een van de goede manieren is om ook nog die leegstand op zich in ons handelscentrum zoveel als mogelijk te beperken. Dus ik denk eigenlijk wel dat dit op zich gewoon het verder zetten van nu is, dat het ook nu niet moet stoppen, maar dat we volgend jaar met planjaar allemaal samen, zal ook in raadscommissies ook gebeuren, ook met inspraak van jullie, gaan kijken wat de doelstellingen gaan zijn. Dat is, mag ik nog even? Ja, doe maar. Dat begrijp ik. En maar het blijft nog een beetje raar dat we nergens een evaluatie gezien hebben natuurlijk, en dat ik zou denken dat je het voortzetten van zo'n project zou baseren op een evaluatie. Is die gunstig of is die niet gunstig? Ik heb dat nergens niet gezien, maar zwart, we koren het goed, dus we geven dat alle kansen. En wat uw opmerkingen op mijn eerste dingen betreft, dat klopt voor de meerjarenplanning. Die loopt nog tot eind volgend jaar, dus we gaan ermee door. Maar je hebt ook gewoon de jaarlijkse begroting, de jaarlijkse budget. Het budget is het laatste jaar van de meerjarenplanning, is het budget volgend jaar. Dat is één op één, dat moet hetzelfde zijn. Hè? Dat klopt, maar het budget is er wel. En om nu te horen, ik vind dat de bizarheid ten top, om nu te horen van partijen die jaren aan een stuk hebben tegengestemd tegen alles wat op de begroting stond, die nu ineens vrolijk mee goedkeuren, begrijp ik dat dat een heel bizarre en vreemde ervaring is hier. Mensen die hun dus eigenlijk een beetje hun principes aan de kant schuiven om hier een begroting goed te keuren, omdat ze volgend jaar met die begroting mee moeten. Ze hebben er op geen enkele manier aan meegewerkt. Vorig jaar zijn ze er altijd tegen geweest, tegen van alle dingen die in de begroting stonden. En nu worden diezelfde dingen gewoon mee goedgekeurd. Dat is vreemd. Goed, maar ik heb begrepen... Ja, André. Ik wil daar even op reageren. Ik kan me voorstellen dat het inderdaad heel bizar lijkt. Hè. Maar dit gaat over een technische begroting. Het is inderdaad een verderzetting van de vorige legislatuur. En we hebben daar inderdaad vragen en opmerkingen bij. Maar we hebben nu de kans om daar ten gronde aan te gaan werken het komende jaar. En ik denk dat we daar liever onze energie gaan insteken om die accenten die wij belangrijk vinden in de meerjaarbegroting te gaan steken dan hier een theater te gaan verkopen. Dat is de reden dat wij deze keer voorgestemd hebben. Maar we hebben onze eigen visie daarop, maar we willen daar ten gronde aan werken volgend jaar. En ik hoop dat je gaat zien dat toch de vruchten afwerpt. Goed, als ik het goed begrepen heb, keuren wij met z'n allen deze goed. Ja? Oké, dank u wel. Dan puntje 19. De OCMW-raad heeft in zitting van 24 oktober goedkeuring verleend aan een voorstel tot statutenwijziging van welzijnszorg Kempen. Deze beslissing van de OCMW-raad is onderworpen aan een dubbel toezicht, namelijk aan de goedkeuring van deze gemeenteraad en aan de goedkeuring van de Vlaamse regering. Aan deze raad wordt gevraagd deze beslissing goed te willen keuren. Iedereen akkoord? Dank u wel. En puntje 20 is een zaak van wegen, meer bepaald in de Europawijk. Het betreft een aanvraag voor het optimaliseren van de rioleringsinfrastructuur in het projectgebied van de Europawijk Geel, met de aansluitwegen naar Mol, waarbij een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd. Op het grondgebied Mol wordt ter hoogte van de Amerikalaan, de Engelandlaan en de Ispralaan louter een beperkte herinrichting van de wegen is voorzien, dus geen rioleringswerken. Wij dienen dit goed te keuren en aan de raad vraag ik of wij dat met z'n allen goed kunnen keuren. Iedereen akkoord? Ja. En puntje 21 is een gelijkaardig punt. En dat is een zaak vanwege in de Moerhoek. Voor de realisatie van de verkaveling dient een strook grond met een oppervlakte van 34 are 54 centijaren gelegen tussen de rooilijn ingelijfd te worden in het openbaar domein. Deze grondafstand dient of gebeurt gratis en is in het voordeel van de gemeenten. Ik vraag aan jullie dit mee willen goedkeuren. Vraag, Koen? Ja, voorzitter, wij gaan ons zowel op dit punt als op het volgende punt het technisch dossier van de Moerhoek onthouden. Wij vinden ook dat we niet anders kunnen, omdat we... Ik heb al een paar keren gezegd dat het over verkavelingen ging, dat wij ons gingen baseren op de woonbehoeftestudie die er zou komen. Uiteindelijk hebben we het, ik weet dat het een mantra is en dat ik er altijd maar opnieuw terugkom. Maar het is wel zo dat we er jaren aan gewerkt hebben, dat we over de partijgrenzen heen aan een woonbehoefteplan gewerkt hebben.
dat uiteindelijk de schepen de cijfers die hem had bekendgemaakt heeft in de pers op RTV, maar ze niet aan zijn eigen commissie gegeven heeft. Dat is 2 maanden geleden al ter sprake gekomen. We hebben ze ondertussen nog altijd niet gekregen, dus wij zijn niet in de mogelijkheid om die verkaveling goed te keuren, omdat we gewoon de cijfers niet hebben over de woonbehoeften. Koen? Voorzitter, met N-VA gaan we ons onthouden, ook voor het volgende punt. Nu, we zien dat in deze verkaveling er wel verbeteringen opgetreden zijn, in de zin van dat men vroeger, ik dacht, 627 percelen had, dat het nu gaat over 15 percelen. Dus dat is natuurlijk al heel goed voor de veiligheid en de leefbaarheid van de omgeving. We hebben nog altijd twijfels over de watertoets. Er zijn van alle studies gebeurd, maar ja, ik ben al een paar keer ter plaatse geweest en dat ziet er daar toch echt niet goed uit, dus we twijfelen er toch aan. En dan, ja, het belangrijkste is eigenlijk wel dat een advies van Vlaanderen niet gevolgd wordt. Dus het advies van Vlaanderen is dat in het buitengebied, dat er alleen gebouwd wordt binnen de kern. En dat men zeker geen uitbreiding doet van de kern. Dus dat men moet bouwen waar plaatsen zijn binnen de kern. En hier gaat men duidelijk naar een uitbreiding van de kern, wat eigenlijk tegen het advies van Vlaanderen is. En dan ja, een laatste punt is inderdaad toch ook die woonbehoeftestudie, dat ook een beetje doet twijfelen over de noodzaak. Dus daarom gaan wij ons onthouden als N-VA. Schepen, waarom wij? Ja, ik wil misschien met het laatste beginnen. Ik weet niet waar u dat advies van Vlaanderen hebt gelezen, maar Vlaanderen zegt tegen ons dat in het buitengebied ontwikkelingen moeten plaatsvinden aan 15 wooneenheden per hectare. Dat is het enige wat Vlaanderen op bindende wijze heeft vastgelegd. U hebt er zelf naar verwezen. Dit project is nu serieus afgebouwd ten opzichte van de vorige versie. Ik denk dat dat een goede zaak is. Vandaag gaan we hier naar een realisatie van ongeveer 12, 13 woonenheden per hectare. Dus ik denk dat het zo wat het eerste dossier is dat we hier op de raad brengen, dat beneden de norm zit van Vlaanderen. 15 buitengebied of 25 kleinstedelijk gebied. Dus wat dat betreft, denk ik, worden de instructies, de bindende bepalingen van Vlaanderen gevolgd. Wat de waterproblematiek betreft, dit dossier is zeer grondig bekeken op dat vlak. Dat is niet ruimelijk ordening, denk ik, maar meer openbaar werken. Er zijn pijlputten geplaatst, er is overleg geweest met alle bevoegde diensten. En de plannen zijn om die reden ook aangepast. Er is een bijkomend waardies ingetekend om tegemoet te komen aan de specifieke eisen voor wat betreft de waterproblematiek. En dan als allerlaatste punt misschien, zowel naar u toe als naar Koen toe, wat de woonbehoefte betreft, ja, dat werk gaat verder. Maar u zal ook begrijpen dat het de laatste maanden een beetje is stilgevallen. Ik denk dat de werkgroep het voorbije jaar heel nuttig werk heeft geleverd. En dat vanaf volgend jaar een volgende werkgroep, een volgende schepen, een volgend bestuur kan starten met onderzoek dat daar gebeurd is en daar verder kan opbouwen. En ik ben ervan overtuigd dat we erover in de loop van 2019 hier nog interessante discussies gaan hebben met hopelijk een besluit dat door de nieuwe gemeenteraad met een zo groot mogelijke meerderheid wordt gedragen. Dus dat verhaal is opgestart, maar zal zeker niet stoppen. Dank u, Schepen. Jacob? Nog heel kort, ik weet dan niet of dat aan de schepen is of aan de volgende schepen. Maar blijf met het probleem zitten dat we dus inderdaad goed hebben samengewerkt in de werkgroep. Maar dat we de cijfers nog altijd niet gekregen hebben. Ik heb in de pers gezien dat Peter zei dat we met een overschat zaten van zoveel wooneenheden. Ik heb dat nog nergens gezien op papier. Hij zei dat we ze in de werkgroep gekregen hadden. Dat is dus niet waar. We zouden ze nadien krijgen. Ik heb ze nog altijd niet gekregen. Ik zou ze dus echt heel graag krijgen om het te kunnen baseren op de volgende gemeenteraden. Als we moeten goedkeuren, als wij verkavelingen mee moeten goedkeuren. Dus ik weet niet van waar ze nog moeten komen, de cijfers, maar ik zou ze dus wel graag krijgen. Ik denk dat de afspraak is, Koen, en dat was eigenlijk het traject dat we binnen het huidige bestuur hebben afgesproken, dat we daar een nieuw studiebureau zouden opzetten om dat goed te onderbouwen. Dat we de resultaten van dat studiebureau ook laten samenkomen met de scan die de Vlaamse bouwmeester volgend jaar in Mol gaat doen. En als we die twee studies op elkaar kunnen leggen, dan denk ik dat we met kennis van zaken, daarin geadviseerd door specialisten, een definitief kader kunnen ontwerpen. Maar als het u kan helpen, ik kan u die cijfers nu bezorgen, maar ik denk dat we echt voor de grond van de discussie op die twee oefeningen moeten wachten. En ik begrijp dat het ook de intentie is van het nieuwe bestuur. Oh ja, maar ik denk dat tot respect voor uw werkgroep, dat je de cijfers die jij bekendgemaakt op tv hebt, dat je die ook aan uw werkgroep had mogen bezorgen. Ik wil dat respect bij deze nog tot uiting brengen. Ik zal u die bezorgen.
Koen? Ja, dus over dat advies van Vlaanderen, Peter, dat gaat niet over de dichtheid. Ik denk dat dat hier perfect gevolgd is, die 15 woonheden per hectare. Het gaat bij mij over, het advies van Vlaanderen is dat men in een buitengebied bouwt binnen een kern en dat men het niet uitbreidt. Dus waar staat dat? Waar heeft Vlaanderen dat geschreven? In welk bindend document staat dat al? Ja, dat moet ik opzoeken. Dat weet ik niet van buiten, maar dat heb ik zeker ergens geleerd. Dus ik denk niet dat je dat gaat vinden, maar goed. Goed, Schoofs wenst even tussen te komen. Ja, Koen, ik ben een beetje verwonderd met uw tussenkomst. Eerst en vooral denk ik dat dit dossier een heel ander dossier is dan het dossier dat wij hier al met regelmaat van de klok de afgelopen 2 jaar hebben zien passeren. Eerst en vooral is dit een gedragen dossier door de lokale gemeenschap. Dat vind ik een heel belangrijk feit. Dat hoor ik u niet zeggen. 2. Dit dossier is wat het technische aspect betreft, en dan heb ik het vooral over het rioleringsaspect, een heel ander dossier dan dat voorgelegen heeft de voorbije periode. Er is duidelijk een heel andere waterhuishouding die hier op het plan gebracht wordt, waarbij ruim de normen gehaald wordt wat infiltratie en buffering betreft. U zal zien in 1 opslag dat hier flink wat wadi's aangelegd zijn. Dat zijn dus grote ruimtes naast de wegen is die het mogelijk maakt om op natuurlijke wijze te infiltreren. Het aantal kavels heeft u net zelf aangehaald. Die zijn na 15 teruggebracht. Dat wil zeggen dat er heel wat minder verharde oppervlakte is. Kortom, dit is een dossier dat alle proeven heeft doorstaan, dat alle positieve adviezen heeft gekregen die het maar kon krijgen. Ik hoor hier vandaag dat de N-VA-fractie inroept dat zulke dossiers, ook wat ruimtelijke ordening betreft, door Vlaanderen niet nog langer kunnen goedgekeurd worden, dat wij hier eigenlijk de wet al halfling aan het overtreden zijn, als ik u moet geloven. Wel, ik hoop dat je consequent bent. En dat je binnen een maand met even grote argusogen dergelijke dossiers gaat behandelen. En dat je even consequent je gedraagt in deze raad. Je bent een van de verkozenen die wellicht van die kant naar deze kant opschuift, maar ik ga dat volgen. Hè? En ik ga toch wel eens even ook uw dossiers die voorliggen op het college, op de gemeenteraad, met dezelfde argumenten doorlichten. En ik hoop dan dat je even consequent bent, ofwel dat je verontschuldigt. Ja, Schepen, u weet dat aan de achterkant van de verkaveling, dat daar een gracht is, die af en toe overloopt, en dat zal niet veranderen. Wanneer gebeurt dat? Dat gebeurt als het sluisje opengezet wordt om de golf te bevloeien. Zolang als daar niks zal aan gebeuren, gaat dat probleem zich blijven voordoen. Dat is niet constant, maar dat is 1-2 keer per jaar dat al de omgeving dat onder water staat. Dus ik denk dat het misschien ook nodig is om daar iets aan te doen. En dan denk dat probleem opgelost is. Maar het andere gaat gewoon over het principe van bouwen binnen de kern. Ja, ik waarvan akte. En onze directeur, algemeen directeur, is ijverig aan het notuleren. Ik ga uw nota's zeker raadplegen binnen een paar maanden. En ik weet dat hij dat goed kan en dat hij dat heel nauwkeurig doet. Dus we gaan u daarmee confronteren. Hè? We gaan dat opvolgen. En goed. Ik hoop dat je daar een consensus vindt met uw nieuwe meerderheid. Hè? Nu, alleszins wat het grachtje betreft waar u melding van maakt, dat maakt geen deel uit van deze verkaveling, dat weet u. Hè? Maakt daar geen deel van uit. Dus u bent eigenlijk een dossier erbij aan het sleuren dat er niks mee te maken heeft. Hè? Dat grachtje dat loopt achter de verkaveling door, maar is niet van invloed op de waterhuishouding. Dat staat trouwens ook in technisch dossier, zoals het hier nu voor ligt. En dat grachtje, ik weet niet of je dat weet, maar dat maakt deel uit van een tapping op het kanaal. En die problematiek moet aangepakt worden. Maar als je die problematiek daaraan koppelt, dan wens ik u nog meer succes. Want dan gaat je in Mol nog meer verkavelingen niet moeten goedkeuren. Nog een punt wat ik zal opvolgen de volgende jaren.
Goed, wordt zeker vervolgd, collega's. Ik heb genoteerd dat zowel de memo als de N-VA-fracties dit punt zullen onthouden, zich zullen onthouden. Ja? Goed, dank u. Dan gaan we naar puntje 23 en dat betreft de erfpacht aan de brandweerzone Kempen. De gemeenteraad in zitting van 28 mei gaf principieel akkoord de brandweerkazerne Ambachtstraat 18 met geïntegreerde conciergewoning Tortelstraat 45 in erfpacht te geven aan de brandweerzone Kempen. Het perceelgedeelte waarop het huurcontract van de gsm-mast geldt, wordt uitgesloten van deze erfpachtovereenkomst. De erfpacht wordt aangegaan voor 50 jaar en de erfcijns bedraagt 2% van de finale waarde, exact €22.000 per jaar. Aan deze raad wordt gevraagd de erfpachtovereenkomst van de brandweerkazerne Kempen goed te willen keuren. Iedereen akkoord daarmee? Oké, dank u wel. Puntje 24, het is al aan bod gekomen, is de aankoop van een resterend perceel van de site De Zwaan. Twee percelen op de site De Zwaan zijn eigendom van de gemeente door gefaseerde aankopen 2005 en in 2008. De twee middenvleugels, de vleugel langs de Molderdijk, de binnenkoer omsloten door deze vleugels en de publieke doorgang tussen de Molderdijk en de Rivierstraat zijn nog eigendom van Fonds Jongerenwelzijn. De gebouwen en de binnenkoer worden sinds 1994 door de gemeente gehuurd ten behoeve van de Academie voor Beeldende Kunsten. Departement Ruimte, afdeling Patrimonium, stelde een verdeelafbakeningsplan op waarin lot 1 de gebouwen en de binnenkoer weergeeft, lot 2 de metalen vluchttrap en lot 3 de publieke doorsteek tussen Molderdijk en Rivierstraat. Lot 1 en 2 worden ingelijfd in het privaat eigendom van de gemeente en lot 3 wordt ingelijfd in het gemeentelijk openbaar domein. Samen 42 aren 77 centiaren groot en worden aangekocht voor €1.143.000. Aan de raad wordt gevraagd deze loten te willen deze aankoop te willen goedkeuren. Koen. Ja, wij keuren dat goed uiteraard, want de vraag was of daar een, of die aankoop gebeurt met een concreet doel of dat dat gewoon past in het verwerven van het van de gebouw. Scheepschoofs. Dat is inderdaad, dat maakt deel uit van het lot. Hè? Dat heb je nodig. Nu, die zijn verbonden met elkaar. Hè? Ik ga even... Er zitten denk ik 3 loten in. Dus eigenlijk, ja, dit is een de logica denk ik dat je die samen verwerft, Koen. Ja, ja, de logica, maar is er dan ook een concreet plan? Is er dan al een idee bijvoorbeeld om... Ja, nee. Ik denk niet dat het nu aan ons is om daar nog een concreet plan aan te koppelen. Er is een patrimoniumstudie lopende. Eigenlijk zijn die resultaten zo goed als bekend. Er zijn een aantal aanbevelingen door de ambtenaren gemaakt. Maar ik denk dat het dan een nieuwe beleidsploeg zal zijn om daar een optie te lichten. Nu, alleszins... Dat dossier, daar is een masterplan destijds gemaakt. Hè? Bij aanvang van de eerste aankoop van een deel van die gebouwen. Dus. Ik vroeg me maar af, er wordt bijvoorbeeld nu nog altijd een pand gehuurd aan de overkant om daar bijvoorbeeld les te kunnen geven. Als ik goed geïnformeerd ben, kan bijvoorbeeld een aankoop van dat gebouw, wordt daar nu al in lesgegeven of staat dat leeg? Of... kan er bijvoorbeeld het huurcontract opgezegd worden met het gebouw dat nu lesgegeven wordt om dan terug naar de academie te gaan? Nee, het heeft eigenlijk ook te maken met het feit dat één vleugel buiten werking gesteld is. Dus om die reden hebben wij de weinige lessen die nog in die vleugel doorgingen moeten overhevelen naar de overkant. Nu, ik denk dat het heel belangrijk is dat er binnen de kortste keren, en dat zou eigenlijk moeten gebeuren tijdens dit planningsjaar,
dat er een keuze gemaakt wordt naar de invulling van de site. En dus wat ik zeg, ik vind het niet meer dan normaal en fatsoenlijk dat wij hier geen opties gaan nemen die een dergelijke impact hebben op het beleid van de volgende jaren. Dat is aan de nieuwe meerderheid om die keuze te maken. De burgemeester wil ook even terugkomen. Misschien toch in aanvulling met wat Hans zegt, eigenlijk is dit gewoon de logische stap in de verwerving die wij destijds met Vlaanderen hebben afgesproken. En nu is dat Fonds voor Jongerenwelzijn, destijds was dat Bijzondere Jeugdzorg. We hebben toen bij de eerste onderhandelingen gezegd dat het in zijn geheel kopen wel wat te veel was, financieel. Twee waren er een aantal zaken die toen nog door de instellingen in gebruik waren. Maar hier gaat het ook in de hoofdzaak over de vleugel die we eerst in gebruik hebben genomen, dus de zijde van de Modderdijk, die we helemaal in staat hebben gebracht en die nog altijd eigendom was van het fonds en die wij nog altijd huren. Dus er gaat ook jaarlijks, ik ken niet het bedrag van buiten, maar er gaat toch ook een essentiële huursom wegvallen. Maar zoals Hans zegt, ja, qua invulling is dat, wat is die middenvleugel, die is de kant Molderdijk. Daar is eigenlijk de gebouwen die in slechte staat zijn, die hadden we vroeger al gekocht. En er is natuurlijk nog denkwerk over te verrichten. Maar dit is eigenlijk gewoon de logische uitvoering van het aankoopplan dat we destijds hebben overeengekomen met Vlaanderen. Ja, misschien nog een kleine aanvulling erbij. Destijds is eigenlijk ook een overeenkomst gemaakt voor een aankoop die gefaseerd zou verlopen. Waarbij eigenlijk, laat ons zeggen, de minst bruikbare delen, dat die eerst aangekocht werden en dat de zaken die wij als eerste in gebruik hebben genomen, dat die als laatste zouden aangekocht worden. Dit wellicht ook om reden van het feit dat men zekerheid wou hebben over ons engagement. U weet dat de aankoop gespreid is over verschillende legislaturen. En dit is de laatste fase zoals de burgemeester zegt, ook een logisch uitvloeisel is van de destijds gemaakte afspraken. Als staat, kom. Goed, kunnen we dat dan, die aankopen van lot 1, 2 en 3, goedkeuren? Iedereen akkoord? Ja, dank u. Puntje 25 is de afschaffing van deel Buurtweg nummer 181. De eigenaars van de aanpalende percelen van dit buurweggedeelte hebben geen bezwaar om dit gedeelte van de buurtweg af te schaffen. Het af te schaffen gedeelte van de buurtweg is buiten gebruik en niet meer zichtbaar op het terrein. Sorry? Voorlopige aanvaarding en afschaffing van het onverharde gedeelte van de buurtweg 181 wordt gevraagd. En ook wordt gevraagd de opdracht aan het college van burgemeester en schepenen tot het inrichten van een openbaar onderzoek. Iedereen akkoord daarmee? Jan. Kan dat zijn dat er een fout staat in de dingen in het besluit van onder? Daar wordt er ineens gesproken over de buurtweg nummer 83. Kunnen we dan een keer nakijken? Schepen? Ja, dat is. Dat is eigenlijk een stukje buurtweg, Jan, dat. In onbruik geraakt is door het aanleggen van de ring. Ja, maar ik denk dat je niet begrijpt wat ik bedoel. Van onder in het besluit is er ineens sprake van nummer 83. Is de nummer gewijzigd? Is de nummering gewijzigd? Dan is dat een drukfout wellicht, secretaris of algemeen directeur moet ik zeggen. Is er tweemaal een verschil in nummering genoteerd? Ik dacht dat ik dat in het dossier gezien had. Helemaal van onder. In het raadsbesluit zelf, Jan. Ja. Of wat? Inderdaad, 181. Ja, in de inleiding is tweemaal sprake van 181. En ook in de titulatuur staat 181. Maar ik stel voor dat we dan toch staande de zitting inderdaad die correctie doorvoeren. Terechte opmerking, denk ik. Het gaat over 181. Dus ja. Het is maar dat er geen vergissing gebeurt of zo. Dat wordt aangepast. Oké, okay, bedankt. Dus twee keer 181. Goeie opmerking, Jan. Maar mijn vraag blijft, kunnen we die afschaffing goedkeuren? Ja?
Dank u wel. Puntje 26 is dan de definitieve vaststelling van mispad. Ter hoogte van de Milostraat komt er een nieuwe verkaveling met wegaanleg. De gemeenteraad stelde in zitting van 22 oktober de straatnaam voorlopig vast op mispad. De koepel van het Molse cultuurbeleid gaf in zitting van 20 februari 18 een positief advies met betrekking tot deze straatnaam. Gevraagd wordt deze definitief te willen goedkeuren. Iedereen akkoord? Puntje 27 betreft een aanpassing evaluatie in de rechtspositieregeling. De huidige evaluatieprocedure krijgt een andere invulling. Evaluaties gebeuren niet meer systematisch in een vaste cyclus. Dit omdat we systematisch willen inzetten op het geven van feedback en evaluatie enkel inzetten als signaal. Evaluatietrajecten worden enkel ingezet indien er sprake is van dysfunctioneren of twijfelachtig functioneren. In het kader van deze nieuwe uitgewerkte procedure voor feedback en evaluatie voor de gemeente en OCMW moet de rechtspositieregeling worden aangepast. Gevraagd wordt dit mee te willen goedkeuren. Iedereen akkoord? Ja. Dank u wel. En dan puntje 28 en 29 zou ik met jullie goedvinden, collega's, willen samennemen. Dat betreft de lesurenpakketten voor de Academie voor Beeldende Kunsten en Muziek en Woord. De lesuren zijn gebaseerd op het aantal leerlingen op 1 februari van het vorige schooljaar. Ik vraag jullie deze te willen goedkeuren. Iedereen akkoord? Dank u wel. En puntje 30 is de capaciteitsbepaling van het gemeentelijk onderwijs. In functie van de aanmelding voor inschrijving in schooljaar 2019-2020, die starten in januari 2019, wensen de directies de maximale capaciteiten van hun school te wijzigen. Enkel de maximale capaciteit van de school in Klimop in Ginderbuiten of de school Klimop blijft hetzelfde. Aan de raad wordt gevraagd deze wijziging te willen goedkeuren. Deze capaciteitsbepaling meer bepaald. Ja, Koen. Ik had daar een korte vraag over. Als die capaciteit blijft ongeveer overal hetzelfde of stijgt een beetje, alleen in de school van Trouw voor de instapklas gaan er 6 plaatsen minder zijn en voor de eerste kleuterklas 18 plaatsen minder. Volgens een tekst, heeft dat een reden of hoe komt dat? Ja, onze bevoegde schepen is momenteel niet aanwezig. Misschien, ik ken dat een beetje en ik wilde proberen op antwoorden, maar dat heeft puur te maken met uw infrastructuur, hè, dus, en uw aantal ingeschreven leerlingen. Er is een capaciteitsbepaling gebeurd voor alle scholen, hè, dat was een decretale verplichting. Ook wij hebben die moeten voldoen, die decretale verplichting. En nu, vorig schooljaar is in Morouw een lichte afwijking toegestaan, dus dat is niet 100% bindend. Nu gaat het over hogere verschillen. Dus ik neem aan dat, daar eventueel nog een rek op zit, maar dat daar nu geen beslissing kan over genomen worden, dat je daarvoor natuurlijk inschrijvingen moet afwachten in de loop van de zomer. Hè. Maar dat zou kunnen betekenen dat er dan plaatsen tekort zijn voor de kinderen uit de trouw, want 18 plaatsen minder in de eerste kleuterklas lijkt me dat veel. Maar er is een voorrangsregeling, hè. Dus, en de voorrangsregeling, een van de factoren is dus de nabijheid, de familiale band met leerlingen die al aanwezig zijn. Ik ken ze niet in volgorde, maar ik denk dat het belangrijk is dat daar toch wel decretaal bepaalde voorrangsregels gelden voor leerlingen van het eigen gehucht. Koen, de secretaris. Ik zal de duiding nog laten geven door de dienst zelf. Ik zal je dat overmaken. Dank u, directeur. Ja, het is nog even moeilijk, hè? Maar kunnen we dat goedkeuren dan? Die capaciteitsbepaling? Oké. Dan puntje 31. Decreet betreffende deeltijds kunstonderwijs. Dit decreet bepaalt dat een regelmatige leerling een vak geheel of gedeeltelijk kan vervangen door leeractiviteiten in een voor de einddoelen relevante alternatieve leercontext.
De alternatieve leercontext maakt integraal deel uit van het academiereglement. Tijdens de zitting van 25 juni dit jaar keurde de gemeenteraad dit kader goed. De inspectie gaf op 26 oktober 2018 een gunstig advies voor het aangepaste toetsingsinstrument. Gevraagd aan deze raad wordt nu dit goed te willen keuren. Iedereen akkoord? Ja. Collega's, dan zijn wij gekomen aan het einde van de gemeenteraad van vandaag. Bij wijze van een goed afsluiting van het totale legislatuurwerk, zou ik willen voorstellen dat wij met z'n allen een drinkje genieten hier in het cafetaria. En ik hoop dat we dat met z'n allen zeer zullen waarderen. Dank voor de goede samenwerking en veel succes aan de nieuwe ploeg. Dank u. Ja.